partijen die ons die liepas opdringen en ons beschuldigen van zo uit de kant. We krijgen nu een nieuws verslag, maar dat doen we zo dadelijk even. Maar zo worden wij vanochtend afgeschilderd in de krant. Drugsmafia, drugscriminelen. En het gaat over een zaak van een koffieshop die een half jaar dicht is. Die schijnen volgens de politie de burgemeester bedreigd te hebben, maar die koffieshop bestaat niet meer. Die mensen zijn geen koffieshophouders meer, die zijn geen lid meer van onze branche. Dus hier wordt onze hele branche besmeurd. En als ik zometeen tijd over heb en ze zijn in een politiebouw in Rotterdam bereid, dan ga ik hier aangifte voor doen. Want dit is lasterend tegen de hele koffieshopbranche. En dit doet afbreuk in onze campagne. En dit is een VVD-plan. Ja. Nou, helder hoe stigmatiserend de zaak ook in de media.